Please give a warm welcome to the Pelargos Quartet. Yes, for the audience from left to right, Anna Jurriaanse, Hadewych de Vos, Kaja Majoor en Wilma de Bruijn. Wilma, wat betekent het voor jou om hier deel van uit te maken, het Helicopter String Quartet? Het is voor mij heel bijzonder om mee te mogen doen aan zo'n grote productie, waar heel veel mensen samenwerken om er echt het allerbeste van te maken. En het is voor onszelf natuurlijk super bijzonder dat wij gewoon in een helikopter mogen gaan spelen. En ben je zenuwachtig? Ja, ik ben best wel zenuwachtig. Ja, zometeen, hè. De helikopter staat ongeveer 5 minuten rijden hier vandaan. Daar moeten we naartoe. Dus dames, ik wil jullie vragen om met me mee te gaan. We gaan richting het veld bij Spaandammerdijk. Kom mee, volg mij maar. Ja, we gaan naar Spaandammerdijk. Daar staan de 4 helikopters klaar. En dan gaat het echt gebeuren. De vorige keer was natuurlijk jouw steun, hè? Jouw steun was helemaal afgebroken. Ja, helaas. Dat was een kleine complicatie. Maar we hebben geprobeerd die nu beter vast te zetten. Dus hopelijk gebeurt het niet nog een keer. Dus niet bang? Nou, nee, niet speciaal daarvoor. Kaja, jullie hebben natuurlijk, jullie zijn gecoacht. Wat voor soort coaching hebben jullie gehad om dit te kunnen doen? We hebben natuurlijk de muzikale coaching gehad. Dus we hebben heel veel les gevolgd en met heel veel mensen samengewerkt. We hebben ook mentale coach gehad met het kwartet. Met z'n vieren kregen we een mentale coach, ja. En we hebben ook heel veel steun gekregen van onze productieleider van onze school. Ja, je gaat helemaal bij lachen. Ja, Fabienne natuurlijk. Ja. Yeah, they told me they had some coaching, some mental coaching, musically coaching, everything. But why for your mind? Why some mental coaching? Het is natuurlijk zo anders om in een helikopter te spelen. Dus dit is gewoon dit hebben we nog nooit gedaan. En waarschijnlijk hebben heel weinig mensen dit gedaan. En ja, je moet je gewoon mentaal voorbereiden om toch een half uur lang super geconcentreerd zo'n stuk te spelen en ook nog in de lucht. So I'm gonna get off and they are gonna be transported downstairs. Yes. Yeah. And they told me that when they first listened to this music, they had to get used to it. And now they can hear the harmony, the melody, and they appreciate what they hear. Because normally they play chamber music, so that's very different.